Ik sta hier op een oude landweg in Mijnsheerenland, onderdeel van de nieuw te vormen gemeente Hoeksche Waard. Op 21 november, beleven we wel zijn, zijn het verkiezingen voor de gemeenteraad in deze nieuwe gemeente. De SGP maakt zich sterk voor goede bereikbaarheid. Loopt hier een snelweg? Die moet in beweging blijven. Ik sta hier op een landweg, die stopt hier. Maar ook de wegen binnen de Hoeksche Waard moeten berekend zijn op wat er nu nodig is. Vraag is, wat wil de SGP in de Hoeksche Waard daaraan doen? Ja, de Hoeksche Waard zal per 1 januari een nieuwe gemeente zijn. Ook de SGP-fractie hoopt daarin weer vertegenwoordigd te zijn. En we hebben twee belangrijke punten als het gaat over het toegankelijk eiland. Dat is voor de korte termijn rondwegen om de kernen en sterk snel openbaar vervoer. En op de langere termijn zal dat de aanleg van de A4 Zuid zijn. En wij zoeken graag de samenwerking ook met de landelijke fractie om dat thema hoog op de agenda te zetten. En om dat onder voorwaarden toch ook een plek te kunnen geven hier in de Hoeksche Waard. Maar dat hij nog wel groen en open blijft. Een groen en toegankelijk eiland. Daar gaat de SGP voor. Korte lijnen tussen de SGP Hoeksche Waard en SGP Den Haag, landelijk beleid. Dat is nuttig om ook weer te horen wat er hier speelt. En zaken als de doortrekking van de A4 Zuid op de politieke agenda te zetten. Daar maken wij ons graag sterk voor. Stem daarom op woensdag 21 november, beleven we welzijn. De SGP. Doet u mee?